Ik ben benieuwd, Robert. Dan doen we die deuren open. De zijdeur, aan de zijkant. En dan vliegt hij eruit. Dat is hem. De meeuw zit nog in de doos. De meeuw zit nog in de doos. Kijk. Wat een cool ding, zeg. Helemaal door jou zelf gebouwd. Dat klopt. Ja. Dit is een kokmeeuw. Ik zie het, ja. Een kokmeeuw is een vogel... Ja, die eigenlijk, het is geen roofvogel, hè? Dus, vogels zijn er niet bang voor. Mm-hmm. En de bedoeling is dat we met zo'n vogel gaan tellen. En in dit geval gaan we vandaag ganzen tellen. Je zou het ook met drones kunnen doen. Ja. Maar drones verstoren eigenlijk toch wel de watervogels. Die slaan op de vlucht. En dat willen we eigenlijk niet. Zo, superlicht. Ja, dat is 300 gram. Wow. En hier zit een cameraatje op. Ja. Mooi hoor, hele lichte propellertjes. Ja. We zijn verplicht een ganstelling te doen, ja? Eén keer per jaar, op een vaste dag. En dan heb je een gebied wat ontoegankelijk eigenlijk is, hè, om overal een goed beeld te krijgen. Dus als je erheen moet, verstoor je sowieso wat. Wat is nou een goed middel om een juiste telling uit te voeren? Nou, en van het een kwam het ander, dan kwamen we met de meeuw. Moet je die voor je vasthouden? Ja, wil je die vasthouden? Ik kan de vlucht van de robotmeeuw volgen met een virtual reality bril. Een beetje een duikbril, hè? Je duikt nou het Haaksbergenveen in. Kan je wat zien? Oeh, ja. Ik zie mezelf. Ik zie de cameraman. Dus ik zie nu wat de meeuw ziet, hè? Ja, dat klopt. De eerste keer dat je kijkt, dan ben je ook zo gedesoriënteerd dat je niet meer weet waar je bent. En je kan ook op je hurken. Oh ja, dat vind ik misschien... Is dat misschien prettiger? Ja, denk het wel. Ja. Wow. Het is alsof ik live in een computerspel zit. Hier de rechterkant van de plas. Nu zitten we rechtboven. Maar het kan best dat ik die ganzen niet zie, omdat ik niet scherp genoeg zie zo. Ik hoor wel ganzen. Ik zie ze niet. Ja, dat komt omdat je een bril draagt, hè? Ja. Ik zie daar wel meerdere ganzen al op het water zitten. De robotmeeuw filmt de hele vlucht, zodat de ganzen achteraf geteld kunnen worden. Wat doe je daar dan mee met die telling? Daar wordt beheer op uitgevoerd, dus het aantal ganzen, wat er eigenlijk maximaal in de gebieden mag zijn. Te veel ganzen zorgen voor te veel mest, waardoor het water vervuild raakt. Robert werkt aan een diervriendelijke oplossing om de vogels in dat geval te verplaatsen. Hiervoor heb ik had ik een zilvermeeuw. Ja. Die was ook voorzien voor audio. En een van de geluiden was van... vrienden, ik weet ergens eten te vinden. Gaan jullie met me mee? Ah, haha. Ja, en dat had best wel effect. Maar die lokte andere zilvermeeuwen weg? Niet alleen zilvermeeuwen, maar ook bijvoorbeeld kraaien. En nu denk je, nou, dat ga ik ook doen bij de gans? Nou, ik wil eigenlijk voor die ganzen een robotgans maken. Ja, dan word je niet de rattenvanger van Hamelen, maar de ganzenvanger van Haaksbergerveen. Dat zou fantastisch zijn. Ja, gaat hij weer? Daar gaat hij weer.